straatspeeldag op heel veel plekken, heb ik begrepen. Ik ga straks met de Dorpsstraat een rondje maken, maar hier in de Tarwestraat begin ik. Als ik kijk wat hier allemaal staat, dan is dat geweldig. Ik heb begrepen dat dat ook komt door een bijdrage van mensen uit de buurt. Grote klassen allemaal. Natuurlijk zou het gewoon moeten zijn dat de kinderen elke week, elke dag op de straat kunnen spelen. Dat konden wij vroeger ook. En normaal gesproken zou dat zo moeten zijn. Helaas is dat niet meer het geval, maar als ik kijk naar jullie wijk, als ik kijk naar Piekenhoef, dan biedt dat wel heel veel mogelijkheden voor kinderen om op straat te spelen. En wij als gemeente Os zijn we er eigenlijk best wel blij en trots op dat we dat op deze manier gerealiseerd hebben. De straatspeeldag geeft toch altijd weer een extra tintje aan het spelen op straat. Het belang van het spelen op straat, het belang van het blijven spelen, dat dat hartstikke belangrijk is. En vandaag dat ik het heel erg leuk vind om als aandachtswethouder van Berchem vandaag de straatspeeldag hier officieel in Berchem van start te laten gaan. Ik zal dat zo meteen doen door een levensgevaarlijk parcours af te leggen, maar goed, ik ga het toch proberen. Aandachtswethouder, u brengt inderdaad die functie die heeft heel goed in de praktijk, want u heeft aandacht hier voor dit gebeuren hier in de Tarwestraat. En iedereen is blij dat u er bent, de kinderen die spelen en de ouderen die spelen mee. En ik moet zeggen, we hebben met plezier en een beetje angst gekeken naar de glijbaan waarop u bezig was. Maar het ging nog net goed, hè? Ja, het ging inderdaad net goed. Het was hartstikke spannend. Ik werd verrast door een parcours wat ik af moest leggen. Maar goed, dat doe ik natuurlijk graag. Het is niet alleen in de Tarwestraat dat er van alles te doen is vandaag op de straatspeeldag. Maar op 12 plekken in Berchem. En ja, goed, dat laat nog maar weer eens een keer zien dat Berchem een heel actief dorp is. Ja, de mensen in Berchem zijn heel actief. Dat blijkt wel uit alle dingen die we hier kunnen zien en die hier gebeuren. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat u aanwezig bent en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Ik weet niet of u nog iets wilt zeggen. Ja, ik wil wel iets zeggen, want ik denk, ik ben een aandachtsbestuurder vanuit de gemeente Os voor Berchem. Ik heb net al gezegd, op 12 plekken wordt dit vandaag in Berchem georganiseerd. Dat zegt wat van Berchem, dat zegt wat van het initiatief wat er in Berchem is en de energie die in Berchem is. En wij zijn er als gemeente ook heel erg trots op dat Berchem en de gemeenschap Berchem dit soort zaken voor elkaar krijgt. En ik denk dat we dat als gemeente te volle willen ondersteunen. En daarom ben ik ook heel graag hier te gast vandaag in Berchem om de activiteiten in het kader van de straatspeeldag te bezoeken. Nogmaals dank daarvoor en hopen jullie dat ook vaak te zien in Berchem. Maar dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Dat zal zeker het geval zijn. Dank.